Een paar dagen voor het duel met Feyenoord ontving ADO-TV Ali Boussabon in het Kyocera-stadion. De oudspeler van beide clubs maakte in 1996 zijn debuut bij ADO Den Haag. En dat is een tijd waar hij nog warme herinneringen aan heeft. Ja, het is een fantastische tijd geweest. Ik kwam echt als jonge kwam ik erbij. Ik was nog A-speler. En dan zit je natuurlijk heel anders in de kleedkamer. Daarvoor zit je natuurlijk met de andere jeugdspelers. En het is een beetje gekheid, lijkt wel een speeltuin. En dan zit je ineens in een volwassen wereld. En voor mij was het echt een hele omschakeling. Maar wel een hele mooie omschakeling. Waar ik ook heel veel aan heb gehad verder in mijn carrière. Wat zijn zoal de spelers waar je toen mee hebt gespeeld in dat elftal? Ja, aanvoerder was natuurlijk Dick Heesen. Roy Bekenkamp, Winston Faber, Virgilio Texera, Maurice Stijn, Gerard Sandel, Kevin Price. En ga zo maar door. Echt die jongens van toen. Barry de Vrede, Marco Meijer, Oscar Laguna Burgos, Johnny de Jong, om een paar namen op te noemen. Het was nog in de periode in het Zuiderpark. Daar bewaar je ook nog warme herinneringen aan, hè? Aan hoe de sfeer daar altijd was. Ja, het is een wereld van verschil met hoe het nu is. En, ja, ik kan echt met recht zeggen dat ik echt van het Zuiderpark hou. Ik heb echt zulke mooie herinneringen aan het Zuiderpark. En, de sfeer was ook heel anders. En, een mooie tijd. Heb je uit die tijd nog iets wat je bijstaat als een hoogtepunt? Van een bepaalde golf of zo? Waarvan je denkt, daar heb ik nog goede herinneringen aan. Nou, ik moet zeggen, wat ik heel mooi vond, waren die twee wedstrijden tegen Barcelona. Dat waren echt fantastische momenten. Dus, altijd de Barcelona fan nummer 1 geweest. En dan speel je eens tegen het grote Barcelona. Stadion helemaal vol. Lekker weer. Het was echt fantastisch. Dat is wel altijd bijgebleven. Een van die wedstrijden hadden jullie ook nog gewonnen zelfs. Hè? De eerste hadden we gewonnen. Maakte Maurice Stijn een fantastisch doelpunt. Een vrij trap vanaf de zijkant. Dat weet ik nog heel goed. En de tweede verloren we met 3-0. Dat was Louis van Gaal, trainer bij FC Barcelona. Maar het was gewoon fantastisch. De grote FC Barcelona komt in het Zuiderpark voetballen. Tegen ADO Den Haag. Ja, dat is toch bijzonder. Daarna ben je naar FC Groningen gegaan. Ook mogen bij NAC Breda gespeeld. Uiteindelijk ook bij de tegenstander van aanstaande zondag, Feyenoord. Anderhalf jaar gespeeld. Maar ook daar toch hele warme herinneringen aan overgehouden. Ja, zeker weten. Op het moment dat je met de helikopter de stadion in vliegt. En je ziet van bovenaf natuurlijk hoeveel mensen in beweging zijn. Het leek echt van bovenaf naar de mierenhoop. En alle mieren naar huis gingen als het ware. Weet je. Van alle kanten, alle straten zag je mensen in beweging. En vanaf de helikopter kon je dat heel mooi zien. En het is zo'n mooie club. Echt zo'n fantastische club. En ik gun ze ook echt het kampioenschap. Die supporters verdienen dat gewoon, vind ik. Het zal dus een hele lastige wedstrijd voor ADO Den Haag worden hier tegen Feyenoord, als ik je zo hoor. Ja, kijk, op dit moment is voor Den Haag elke wedstrijd lastig. Ze hebben het zelfs moeilijk tegen de Graafschap thuis. Omdat ze gewoon in een moeilijke periode zitten. En die heb ik ook vaak genoeg meegemaakt in mijn carrière. Dat je in de hoek zit waar de klappen vallen. Dan moet je gewoon even uitkomen. En het belangrijkste is dat het team nog echt een collectief blijft. En elkaar blijven steunen in plaats van elkaar afvallen. En vingers wijzen. Altijd eens in de spiegel kijken. En dan samen gewoon eruit komen. Gewoon alles of niets en zoals ze hier zeggen, schijn op de bekken.